Hallo, zeg het maar. Ik ben op zoek naar nieuwe voetbalschoenen. Ja. Freekick Sport is Henk van Wanrooy's leven. Nou, volgens mij mag je die wel hebben. Ja, het is wel een hele goede tijd heb ik hier gehad. Echt een leuke tijd. Veel profvoetballers zijn als kind hier binnen geweest. Jan Maat, Lex Immers, Richard Knoppert, Ricky van der Berg. Ja, die kwamen met de vader en de moeder kwamen ze voetbalschoentjes uitzien. En dan was het schoentjes van 30, 40 gulden. Richard Knoppert die kwam hier bijna elke dag. Want ik stond echt te kwijlen voor de voetbalschoenen. Welke mag ik nemen van mijn vader? We hebben hier nog een hele leuke foto met Kanoen. Dat deden we hier kontje blauw. Dan ging hij in het kool staan en mochten we op zijn kontje mikken. En dan kreeg hij hele blauwe billen. En dat was echt fantastisch. Daar hebben we echt succes mee gehad. Henk herinnert zich nog dat de vertegenwoordiger van Nike met 5 dozen binnenkwam. Of Henk alsjeblieft Nike wilde opnemen in het assortiment. Nu zijn het Nike en Adidas die Henk dwingen naar een moderne winkel te verhuizen. Anders mag hij niet al hun modellen verkopen. Maar echt pijn doet het niet. Zoals je ziet, dit gaat het helemaal worden. Het nieuwe paradijs van Freekick Sport. Ja. Zo, de middencirkel is af. De letters afgestoft. 11 november openen Henk Senior en Henk Junior de winkel. Samen met bekenden uit de voetbalwereld. Eljero Elia, Tommy Beugelsdijk, Martin Jol en nog wat oud trainers en spelers uit het verleden. Alles nieuw, maar de vriendelijkheid en service blijven. Net zoals het doel om schoenen te testen.